gaan bij Eline beginnen. Eline? Ja. Eline, nou. Ach, het is wel lekker dat we bij jou beginnen, want je was een beetje bang. Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd wat jullie gaan doen. Ja. Nou, ik ga je van het lijden verlossen. Het gaat er helemaal af. Nee, dat ga ik niet. Ja. Nee, maar kijk zelf eens. Dit is echt niet mooi. Hier gaan mensen niet blij van worden backstage. En als je model wilt worden, dan zul je echt mijn advies moeten opvolgen. Ja. Dus we gaan het alleen maar mooier maken. Hoe kort zou het moeten? Het wordt heel kort. Ik zeg niet wat ik precies ga doen. Maar de bedoeling is dat je gezicht gewoon enorm versterkt gaat worden. Doe het niet. Kort haar, dan word je zo'n manwijf. Dat wil ik echt niet. Maar is het niet belangrijk genoeg voor je dan? Ja, ik vind het heel belangrijk. Mijn haar is ook belangrijk. Kijk, want ik snap, als het heel mooi en glanzend zou zijn, dan ben ik de laatste die zegt afknippen. Ik ben bereid om alles te geven, behalve mijn haar. Jij hebt je opgegeven voor Holland Next Topmodel. Je wilt graag verder komen. Ja. Ik ben een haarexpert. Mm-hmm. En ik weet echt wat goed is voor modellen. Jeffrey is echt een vakman. Ja. Geloof me. Hij heeft de grootste modellen onder zich. Laat het los. Ik spring liever voor een trein dan dat ik dat doe. Ik ben er echt niet toe bereid. Echt niet. Dus we hadden echt gewoon zoiets van... Ik zat echt met samengeknepen billen op die stoel van... Meisje, waar ben je mee bezig? Kijk gewoon nu naar je haar. Het is dood. Het ziet er niet uit. En je weigert gewoon. Terwijl er nog duizenden andere meisjes met jou willen ruilen. Ik zou zeggen, we wachten even tot Lien. Gaan we even daarover nadenken. Okay. En dan gaan we verder met iemand anders. Ja. En in één keer had hij zo'n staart van hier tot hier. Dat was denk ik echt 50, gewoon een halve meter. Een nieuwe start is begonnen. Een nieuwe start voor Yara Fee. En Eline, die staat radeloos buiten. Ze weet niet wat ze moet doen. Nou, lieve meiden, even een kleine onderbreking. Eline heb ik net heel goed met elkaar gepraat. Je wil het niet, hè? Nee. Je wil het absoluut niet. Nee. En Anouk heeft het vanmorgen al gezegd, jongens, we zijn op zoek naar een vechter. Ja. We willen echt dat jullie vechten voor je carrière. Het gaat niet zomaar. We zijn genadeloos dit seizoen. Dus ik moet je naar huis sturen. Nee, is goed. Prima. Toen de mededeling kwam dat ze eruit moest, schrok ik wel echt heel erg. Dat ik, wow, weet je, iedereen zat ook, wat gebeurt hier? Dat Eline de keuze maakte om de make-over niet te doen, snapte ik voor de volle 100%. Maar ik heb wel zoiets, ja, jij hebt zelf de keuze gemaakt om je op te geven. Dat zijn kansen die je dus ook moet nemen. Ik zit natuurlijk er al ietsjes langer in, dus ik weet ook gewoon dat je op zich niet veel te vertellen hebt. Kan je dat aan of niet? Kan je dat niet? Ja, dan hoor je je niet thuis. Ja, iedereen liep erheen, dus ik liep er ook maar heen. Het staat je wel vet mooi. Dat kan je ook mooi. Eerst dacht ik, ga niet thuis. Dacht ik, oké, nou ja, dan doe je het niet. Maakt mij niet uit. Het is alleen maar eentje minder.